Goedenavond allemaal. Ik start de sessie. Het is een sessie, denk ik toch? Ja. Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp, dat is het onderwerp. Dat onderliggend stuk is al wat gedateerd. Dat komt allemaal door de corona. En ik wil dat maar vooraf even hebben gezegd, om niet te krijgen dat we het allemaal over het proces hebben. Er staat onder andere, en overigens heeft u allen een brief gekregen van het college. Er staat dan ergens natuurlijk ook dat de nota van uitgangspunten ergens in de zomer zou worden, of na de zomer zou tot u komen. Maar dat is inmiddels duidelijk dat dat ook wat later is. Dus ga daar ook vanuit. Daar hoeven we het daar niet allemaal nu over te hebben. Maar even een beetje met de flexibiliteit van de vertraging dat we het behandelen, wil ik graag u het woord geven. En wie mag ik daarvoor als eerste? Meneer Spijker van 1 Haarlemmermeer. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp ziet er op het eerste oog interessant uit. Want welke gemeente wil nu niet een rechtstreekse verbinding met Schiphol en Amsterdam? Het is interessant voor de werkgelegenheid, creëert betere bereikbaarheid en vooral, en ik ben hier even cynisch, pas al die passagiers die ons zullen gaan bezoeken. Dat klinkt toch zo prachtig in deze tijd. Wij werden even blij gemaakt met de term extra hoogwaardig openbaar vervoersverbinding naar Schiphol. Die klinkt top. Ben ik heel serieus. En dat in combinatie met meer woningen, meer werkgelegenheid, absoluut klinkt prachtig. Ja, voorzitter, we kampen nu met resultaten, maar we kampen aan de andere kant met resultaten van de coronacrisis. Dat maakt mijn enthousiasme weer even wat voorzichtiger. Want tegenwoordig zijn bijna alle kantoren zijn onbemand of men werkt thuis. Dus er zijn minder forense bewegingen. Kijk maar in bussen, ik zie gewoon werkelijk maar 1 of 2 mensen in zo'n bus zitten. Tevens komt er nu geheel tot weinig toeristen naar onze polder. Afgezien van een andere leefwerksituatie, veroorzaakt door corona, hebben we vraagtekens bij de financiële haalbaarheid op dit moment van dit project. Voorzitter, even een vraagje. Bent u het met 1 Haarlemmermeer eens dat het moeilijk wordt om de externe grondeigenaren mee te laten betalen voor de ontwikkeling van het tracé? Ik vond het een aparte zinsnede. Graag zou ik die nog even wat versterkt willen horen van het college, als het kan. Het is geen technisch, maar hij kwam mij politiek gezien een beetje vreemd over. En hoe denkt het college projecten financieren als we aan de vooravond staan van een nieuwe financiële crisis? Ja, ik hoorde onze wethouder praten over anticyclisch denken plus investeren. Maar dan moeten we goed nadenken over haalbare budgetten. Want we kunnen gewoon geen groen licht geven aan een megalomaan project zonder een haalbare onderbouwing. Wij verwachten dat u ook een garantie geeft dat u niet gaat snijden in andere budgetten voor belangrijke doelstellingen. Dus voor de duidelijkheid, 1 Haarlemmermeer geeft de portefeuille voor de ontwikkeling van dit tracé op dit moment een groen licht met de oog op een oranje licht met de oog op een groen licht in de toekomst. Dank u wel. Begreep ik dat u wilde interruperen? Ja, toch wel, hè? Oké, dan krijgt u een interruptie van de heer Bersenberg. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik hoor meneer Spijker zeggen over de haalbaarheid van het, of financiële haalbaarheid. Maar weet u al wat het gaat kosten dan? Mag ik, voorzitter? Ja, sorry, ja. Ja, nee, meneer Beuzenberg, ik heb geen glazen bol, helaas niet. Ik weet alleen wel, als we naar Amsterdam kijken, dat hij 7 keer heeft overschreden. Dan snap ik wel dat we met een iets andere situatie zitten hier dan Amsterdam. Maar het zal toch wel aardig wat kosten. Ik weet dat we ook 7 partners hebben, ook dat klinkt allemaal prachtig. Maar het kost wel wat. En als ik kijk naar onze budgetten die we zometeen moeten gaan uitgeven, wordt het moeilijk in de huidige coronatijd. Meneer Komen, D66. Dank u, voorzitter. Ja, toch even interruptie. Ik heb even netjes gewacht tot u klaar was met uw betoog. Maar het begin van uw betoog viel me op. Ging wel heel erg over corona, over lege bussen, over onzekerheid. En dan dacht ik wel even, ja, maar de ontwikkeling waar we hiervoor gaan is toch echt voor tientallen, misschien wel honderden jaren dat wij daar een verbinding leggen. Die lang moet blijven, dat staat toch in schil contrast met de lege bussen nu van corona. Tenzij u verwacht dat de komende 100 jaar corona blijft rondvaren, maar dat denk ik toch dat niemand verwacht. We wachten allemaal op het vaccin, maar dat moeten we toch niet verwarren, denk ik, met de lange termijn ontwikkeling en de visie die we hier hebben.
En meneer Komen, dat was geen vraag, dat was een constatering. Ik denk dat meneer Spijker vast wil reageren. Het hoeft niet per se een vraag te zijn. Oké, dan prima. Dan is dat ook verder geen debat. Ik zou het willen stimuleren om onderling met elkaar te debatteren als jullie dat graag willen. Maar dan ga ik naar de volgende. Dat heb ik even goed gedoteerd, want iedereen heeft wel een beetje zitten wenken naar mij. Meneer Sali van de Hap. Ja, voorzitter. Dank u wel. De boventoon in dit raadvoorstel is vooral opgericht waarom we juist moeten kiezen voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. De waarom-vraag is ons duidelijk en ja, mijn fractie ziet kansen. De urgentie voor metropoolregio en de schaalsprong van de Oostlank halen we meer. Reden te meer om hier goed naar te kijken, zodat we de juiste besluiten kunnen nemen. We staan aan de vooravond van een lang traject, waar vermoedelijk met vallen en opstaan en veel geluk de eindstreep zullen halen. Maar voorzitter, zover zijn we nog niet. Eerst moeten we bepalen of dit überhaupt haalbaar is en onder welke condities wij dit traject gaan ingaan. Mij is altijd geleerd dat je van de geschiedenis moet leren. Trek lessen hieruit, zorg dat je niet dezelfde fouten maakt en vraag je af of andere wegen zijn om je doelen te bereiken. Voorzitter, dit brengt mijn fractie op de volgende punten die ik vanavond met u wil bespreken. 1. Is de coronacrisis waar we nog middenin zitten. 2. Is de ontwikkeling en de opmars van de steeds meer thuiswerken. Dat worden net ook al genoemd. En het derde en laatste punt is welke alternatieven hebben wij en wegen deze op tegen het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Voorzitter, ooit zal de coronacrisis ook tot de geschiedenis behoren. En ook dan zullen er lessen getrokken worden om niet weer in een pandemie terecht te komen met alle gevolgen van dien. Maar zover is het helaas nog niet. We zien dat bij meerdere dossiers corona-effecten nog doorberekend moeten worden. In dit raadvoorstel wilt u vasthouden aan de geformuleerde doelen. Alle begrip voor. Immers, investeren in bedrijvigheid rondom realisatie van de Noord-Zuidlijn zou zeker gunstig zijn om enigszins de crisis het hoofd te bieden. Maar vergeet niet de onvoorziene omstandigheden dat die voor rekening komen van de gemeente. En waarom gaat u dan toch voorbij aan de effecten van de coronacrisis, ook op lange termijn? Graag verduidelijking van de portefeuillehouder. In mijn fractie hebben we even stilgestaan bij het nieuw werken en wat dat betekent voor mobiliteit. Wij als fractie, doorsnee van de maatschappij, zien de effecten van het thuiswerken en wat dat betekent voor mobiliteit. Onlangs verscheen een artikel dat ook na de coronacrisis steeds meer bedrijven kiezen voor thuiswerken. Bonden maken zich al op om thuiswerken bespreekbaar te maken. Over de kosten, moet ik erbij zeggen. Door de crisis zien we ook een behoorlijke daling van reizigers. En we vrezen allemaal hoeveel bedrijven deze crisis niet zullen overleven. Wat een nog een hogere daling van reizigers zal betekenen. In een gunstig geval vallen er misschien lijndiensten uit. Dan zien we ook bij de buurtbussen gebeuren. Een ander belangrijk punt voor de HAP is dat we moeten blijven nadenken over hoe we alle dorpen en kernen een goede OV-verbinding kunnen behouden en zorgen. Deze ontwikkelingen. U krijgt een interruptie van de heer Beusberg, sociaal rechts. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil toch aan de heer Sali vragen van. Bent u nou echt bang dat deze coronacrisis een tientallen jaren tijd met zich meebrengt? Want de fractie van SRA die staat er gewoon in dat dit een tijdelijke situatie is. Er wordt met mannenmacht wordt er gewerkt aan een vaccin over de hele wereld. En hoorde ik u nou zeggen dat je door die coronacrisis een pas op de plaats moet maken met de verdere ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer of in ieder geval de regio? Gaat u gang, meneer Sali? Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb gezegd dat de effecten van de coronacrisis, of die voldoende mee zijn genomen naar de ontwikkeling van dit traject. En dat heb ik gezegd. Gaat u door met uw betoog? Deze ontwikkeling moet er wel in overweging meegenomen worden om te voorkomen dat de Noord-Zuidlijn geen prestigeproject gaat worden. Voorzitter, welke serieuze alternatieven zijn er om toch aan de behoefte. Een interruptie van meneer Komen, D66. Ja, want ik snap uw vraag richting de HAP. Maar kunt u voor mij dan even opnoemen wat die effecten zijn? Want dat is nou precies de glazen bol die het college ook niet heeft. Hè? Het gaat ook voor een deel om gedrag van mensen.
En ja, misschien blijven mensen langer thuiswerken. Digitaler zal het worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mobiliteit veel minder wordt. Dus ik zou fijn vinden als u ons kon helpen wat volgens uw visie dan de permanente effecten zijn van corona. Minister, ja, die heb gaat ik nu, ja, die heb ik nu ook niet voor de hand. En u noemde er al een paar. En ik denk dat we dat ook moeten even afwachten wat dat straks gaat betekenen. Maar op dit moment heb ik die ook niet voor de hand. Wederom een interruptie van de heer Van Dijk. Forza. Ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de HAP is, neemt u ook mee de toekomstige woningbouw, de woningbouwopgave die wij als gemeente of als regio hebben, van 20.000 woningen en de vervoersbewegingen die daaruit voortvloeien voor de komende 20, 30 jaar? Die Sali, gaat uw gang. Ja, die heb ik zeker meegenomen. Dat hebt u ook mij horen vertellen. Dat wij ook de urgentie zien dat dit traject moet komen. Maar wel met die verstanden dat we goed na moeten denken. Dat we dus niet in fouten belanden. Maar ja, wil je interruperen of wil je me iets vertellen? Ik geef het woord aan de heer Sali om uw termijn af te maken. Ja, waar was ik gebleven? Nou ja, niet Noord-Zuid. Okay, ja. Welke serieuze alternatieven zijn er toch om de behoefte te voldoen aan de reizigers naar Schiphol en verder? Doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol kan als logisch beschouwd worden. Daar spelen immers meer knelpunten veiligheidsaspecten die de komst van de Noord-Zuidlijn aannemelijk maken. Maar wat als het stopt bij Schiphol? Wat betekent dit voor de huidige HVJ-lijn? Volstaat een extra spoor? Kortom, mijn fractie ziet graag een toekomstige uitwerking, ook alternatieven die op zijn minst dezelfde inspanningen krijgen die ook de Noord-Zuidlijn worden gegeven. Voorzitter, ik kom tot de afronding. Nog even terug in de geschiedenis. Voor en tijdens de bouw van de Noord-Zuidlijn waren de meningen erg verdeeld. Dat had te maken met onder andere de wijze van besluitvorming, de hoge kosten en de onzekerheid over financiering. Maar ook het vele uitstellen van besluiten. Laten we leren van deze geschiedenis om niet dezelfde fouten te maken. Maar we moeten ook niet vergeten dat de wereld er straks heel anders uit gaat zien dan voor de coronacrisis. Waar we positief kritisch waren over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Dank u wel. Ik kom bij de volgende fractie GroenLinks. Die krijgt het woord, heer Boeman. Ja, dank u, voorzitter. Wel een leuk debat. Ik hoop daar ook nog een bijdrage aan te kunnen doen. We worden vandaag gevraagd om instemmen met de inzet van het college om het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp mogelijk te maken. Nou, daar kunnen we snel over zijn, want dat stond letterlijk al zo in uw coalitieakkoord van 2 jaar geleden. Dus het lijkt me vreemd dat we daar als raad twee jaar later ineens anders over zouden gaan denken. Maar laten we dan vandaag kijken of we kunnen gaan doen waar we voor zijn aangenomen, namelijk kaders meegeven. En ik begin dan even met een verwijzing naar de Eindhovense hoogleraar Carlo van der Weijer, die eind december vorig jaar in het Financieel Dagblad schreef over de Noord-Zuidlijn. Ik vat hem even samen. Slecht plan, slecht onderbouwd, nut en noodzaak en toegevoegde waarde onduidelijk. Alsof je een telefoonlijn naast je glasverbinding aanlegt om je internet te versnellen ten faveur van het nog sneller downloaden van poezenfilmpjes ver weg. En eigenlijk voorzitter, nou ja, dat vat het redelijk goed samen wat ons gevoel ook is. Wij twijfelen sterk over nut en noodzaak van de lijn. We zouden kunnen instemmen met een Noord-Zuidlijn, maar dan wel wat ons betreft onder duidelijke voorwaarden. En dat zijn die kaders waar ik het over wil hebben. Dat zijn er drie. Mag ik u onderbreken voordat u daaraan begint? U krijgt een interruptie van de ChristenUnie-SGP, de heer Butter. Over de poezenfilmpjes? Ja, over de poezenfilmpjes, ja. Want welke poezen waren we mee? Nee, u geeft aan dat de nut en noodzaak van de Noord-Zuidlijn niet was aangetoond. Een professor had dat gezegd. Ging dat dan om de hele Noord-Zuidlijn of deze specifieke doortrekking? Sorry, dat was inderdaad geschreven in december 2019. Dus dat was nog iets voor de coronacrisis. Maar het ging met name over de verlenging van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Schiphol. En ik kan de column helemaal voorlezen of u erheen verwijzen, maar het gaat er met name om. Hij zei, het is een lijn waar we met name sneller toeristen van mee naar Amsterdam krijgen. En Amsterdam heeft niet bepaald gebrek aan toeristen. Maar goed, ik ga nu aan mijn drie voorwaarden die voor ons hier in de Haarlemmeer belangrijk zijn. En de eerste daarvan is duurzaamheid.
Want we zeggen de Noord-Zuidlijn kan, maar we moeten wel zeker weten dat het milieu erop vooruit gaat. En dat speelt op twee manieren. Dus als het tunnelbuis wordt leeggespeeld voor lange afstandstreinen, zijn we er heel blij mee. Maar dan wel in plaats van extra vluchten. Dus de totale CO2-uitstoot van het vliegverkeer moet aantoonbaar dalen. En dat geldt ook voor de modal shift waarover gesproken wordt. Wij zijn daarvoor, maar waar is de onderbouwing dat die zal plaatsvinden? Welke auto blijft thuis staan als daar de Noord-Zuidlijn rijdt van Amsterdam naar Schiphol? Of welke auto wordt hierdoor niet verkocht? Wederom een interruptie van de heer De Butter, ChristenUnie SGP. Ja, ik, met alle respect voor uw vragen die u nu stelt, is dat niet heel erg ingewikkeld om u daarvan te overtuigen? Want het is toch allemaal eigenlijk aannames. Nou ja, die kun je ook omdraaien. Voor de vierde voorzitter graag, ja, voorzitter. Krijgt het woord. Dank voor de vraag, maar die vraag die kun je natuurlijk ook meteen omdraaien. Hoe kunnen we ervan uitgaan? College schrijft op, er komt een model shift. Waar zit die dan? Ik denk dat wat Amsterdam ook gevraagd heeft. Je kunt wel afdwingen, je kunt ook als voorwaarde stellen dat als die tunnelbuis leeg is voor lange afstandstreinen, waar wij voor zijn, dat je dat dan ook, dat je dan tegelijkertijd ook verbiedt dat er bijvoorbeeld nog gevlogen wordt naar Schiphol of naar Londen. Ja, u krijgt weer een interruptie van de heer Van Dijk van Forza. Ja, ja, voorzitter, het bekruipt me een beetje een raar gevoel van. Het lukt toch altijd weer GroenLinks om het aantal vluchten in relatie te brengen met een onderwerp waar we het hier over hebben. Het voelt me ook een beetje als chantage. Zo van, nou, als die vluchten niet minder worden, dan zullen wij niet instemmen. U bent toch met me eens dat het uiteindelijk gaat om de vervoersbewegingen van Amsterdam en naar Hoofddorp. En dat toevallig via Schiphol gaat, is omdat die lijn gewoon zo loopt. Er komen hier 20.000 woningen, er komen hier heel veel mensen wonen en die gaan werken in Amsterdam. U kunt dat toch, kunt het toch ook loszien? Meneer Dem, Boerman, dank u. Boerman, ik zou het los kunnen zien. Ik kan het ook heel goed loszien van die 20.000 woningen waar u over spreekt. Want daar komt die metro namelijk niet. Die metro komt niet bij die 20.000 woningen. Die mensen gaan er ook geen voordeel van hebben. Er rijden nu per uur treinen van Hoofddorp naar Schiphol en naar Amsterdam-Zuid. Die rijden gewoon, die rijden prima. Waar de Noord-Zuidlijn voor is om die tunnelbuis leeg te spelen. Dat snap ik. Nou maar dat is het doel, hè? Dat is het doel. Die tunnelbuis die moet leeg en die moet leeg omdat daar dan lange afstandstreinen kunnen komen. Internationaal treinverkeer, daar gaat het om. En dan krijgt u een interruptie. Dat is het hogere doel. Van mevrouw Kliphuis, VVD. Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik toch het idee dat de heer Boerman een ander stuk heeft gelezen dan ik. Want bent u het niet met mij eens dat er staat dat de Noord-Zuidlijn nodig is voor een volwaardige ontsluiting van onze gemeente, de kant van Amsterdam op en weer terug. En dat dat niet alleen was, maar dat het een mooi bijeffect was dat de tunnel ook wordt vrijgespeeld. Want dat was een los traject, nog voordat we hebben gesproken over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Dus u bent twee dingen met elkaar aan het vermengen. En daar maakt u de discussie hier erg ingewikkeld mee. Want wij zijn hier voor onze inwoners die openbaar vervoer nodig hebben. En een robuust netwerk waar ook de mensen aan de andere kant van onze gemeente die niet naast Hoofddorp Centraal zitten, profijt van zullen hebben, want daar gaan die bussen dan straks naartoe. En zo zijn ook zij sneller op hun plek en bij hun locatie. Ik geef eerst het woord even aan de heer Komen, D66. Ja, ik sluit mij aan bij de collega's die toch in verwarring zijn gebracht door GroenLinks, met name door de koppeling met vliegtuigen. Dus ik zit even nog steeds na te denken en wie nou het vliegtuig pakt als hij van Amsterdam naar Hoofddorp wil. Dus dat. Ah, kom, voor in mijn beleving haalt u toch. Daar heb ik het ook niet over gehad. Kom. Nou, ik zeg het op grappende wijze. Nee, ja, maar ik bedoel het serieus. Grappig. Volgens mij koppelt u dingen aan elkaar die niet passen bij elkaar. Het gaat hier om lokaal mobiliteit en het gaat hier niet om internationaal vliegverkeer. Meneer Boelman, GroenLinks. Nou, daar gaat het in mijn ogen wel om, maar dan kan ik ook de vraag terugstellen: wat is dan de lokale winst in mobiliteit? Want die trein die rijdt daar. Die trein die rijdt daar vier keer per uur, soms zes keer per uur. En die biedt ook gewoon vervoerswaarde. Ik ga naar mijn tweede punt, want die hangt daar ook meteen mee samen. En dat zal ik dan maar even noemen. Onze tweede voorwaarde is bereikbaarheid. Want de HAP sprak er ook al over. Hoe zit het daar als die metro er zou zijn met ons andere openbaar vervoer? Hoe zit het bijvoorbeeld met de trein naar Nieuw-Vennep? Als de metro gaat rijden naar Hoofddorp, stopt het dan nog wel een trein op Nieuw-Vennep? En zo ja, welke trein gaat er dan weg?
zodat die tunnelbuis inderdaad wordt leeggespeeld. Het is of het een of het ander. En we hebben ook bij andere grote openbaar voerprojecten gezien, het ene OV gaat snel ten koste van het andere openbaar voer. U krijgt een interruptie van mevrouw Kliphuis, VVD. Meneer Boerman, dank u wel voorzitter. Meneer Boerman, u brengt mij een beetje in verwarring, want het lijkt bijna alsof GroenLinks hier tegen openbaar vervoer is. En ik zie de koppeling met de trein die stopt in Nieuw-Vennep echt helemaal niet. Dus nogmaals, welk stuk heeft u gelezen dat wij hier allemaal niet hebben gelezen? Meneer Boerman, GroenLinks. Nou, dan ga ik hem nog een keer uitleggen. Als de metro gaat rijden in Hoofddorp, dan gaat de tunnelbuis vrijgespeeld worden voor internationaal treinverkeer. Dat staat er duidelijk in, toch? En die tunnelbuis, daar rijdt nou een trein die naar Nieuw-Vennep gaat. Ik vraag me af, wat is de bereikbaarheid van Nieuw-Vennep daar met openbaar voer? Dat lijkt me een heel reële vraag. En daarom zeggen wij hier voorwaardelijk, want daar gaat het om, over die kadercellen, geen verslechtering van ander openbaar voer in deze gemeente. Mevrouw Kliphuis. Voor mij vrij helder. Dank u wel, voorzitter. Meneer Boerman, door die tunnelbuis gaat de trein naar Breda, gaat de trein naar Brussel, gaat de trein naar Rotterdam, gaat een trein naar Dordrecht. Die stoppen echt niet op het moment dat er een metro doorheen gaat. Ja, die treinen die blijven voor een groot deel rijden, dat staat er ook in. Alleen wordt een deel van de ruimte gebruikt voor internationaal treinverkeer. U doet net alsof de trein nu naar Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt stopgezet op het moment dat er een metro gaat rijden. Dat staat nergens, meneer Boerman. Meneer Boerman, voorzitter, dank u. Daarom stel ik de vraag ook. Dat staat nergens, maar het zou mij zeer verbazen, laat ik zo zeggen, en het zou me ook zeer onrendabel lijken. En ik zou dus enorm voor rendabelheid zijn. Als we een trein hebben en er rijdt een metro naast. Dat lijkt me echt de slechtste investering ooit denkbaar. En zo komen we op de derde, betaalbaarheid. Meneer Van Dijk, Fortsa. Ja, voorzitter, die situatie speelt zich af in Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost. Er gaat een metro en daarnaast is er een spoorlijn met allerlei stations. Duivendrecht, Bijlmer, Amstelstation. Terwijl er gelijktijdig ook nog eens een keer trein en openbaar vervoer. En dat gaat verder prima. En een fietspad. Nee, goed. Meneer Boerman, GroenLinks, mag u... Een derde is betaalbaarheid. Voor ons is een voorwaarde dat de gemeente geen grote bedragen erin gaat steken en die dan vervolgens weer met grote projecten moeten worden terugverdiend. Dat hebben we wel geleerd rond de A9. Wij vinden dat we voor ons voor geld niet bij ons hoeven aan te kloppen. Zeker ook vanwege het kernpunt van onze twijfels. Namelijk dat we met deze lijn niet zozeer onze inwoners lijken te helpen, maar meer juist Schiphol en alles daaromheen, zoals de Oostflank. En dat zouden wij nu juist graag wat minder zien. Dus voorzitter, wat GroenLinks betreft, drie voorwaarden. Voor mij zijn ze duidelijk geworden. De duurzaamheid moet aantoonbaar ermee gebaat zijn. De OV-bereikbaarheid voor onze inwoners moet er niet onder lijden. En het moet betaalbaar zijn zonder dat we ons nek steken in nieuwe grote projecten. Als aan die drie voorwaarden wordt voldaan, vindt u ons de volgende keer aan uw zijde. Ik geef het woord aan de heer Den Butter, ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Een debat over de Noord-Zuidlijn. Eindelijk, zou ik willen zeggen. En met GroenLinks heb ik me wel verbaasd over het beslispunt, namelijk in te stemmen met de inzet van het college. Daar heeft het college zich de afgelopen tijd in ieder geval niet aan gelegen laten liggen om de Noord-Zuidlijn breed uit te dragen. En, zoals de heer Boerman ook al zei, was het in het coalitieakkoord reeds duidelijk dat de Noord-Zuidlijn een inzet van dit college zou zijn en heeft de Raad daarin meegekregen. Toch zijn we blij dat we hier als eigen fractie ook nog eens uitgebreider over in kunnen gaan. Want ook wij zien de kansen wel die er zijn voor de inwoners, voor de NS, voor de woningbouw en ook voor Schiphol. Dus die kansen zijn duidelijk. Waar zitten de risico's? Daar gaat het stuk ook over, maar er wordt alleen zijdelings genoemd. En er zijn wat ons betreft twee grote risico's. Het financiële risico natuurlijk, of sowieso de kosten. En het tweede punt is de tijdlijn. Want we willen graag dat helpt bij woningbouwprojecten die we snel gaan doen. Alleen waarschijnlijk gaat dit toch een heel lang traject zijn. De Noord-Zuidlijn zelf is aangelegd in een traject en het is een beetje afhankelijk hoe je begint te tellen van 50 tot 20 jaar. Dit zal sneller kunnen, maar goed, het zal toch wel een proces van jaren zijn.
daarmee is wat ons betreft ook een heleboel antwoorden gegeven. U krijgt een interruptie van de heer Boerman. Ja, even, net, want de vragen kwamen ook mijn kant op. Er wordt heel veel gesproken over die woningbouw, hè? Over die 20.000. Welke woningbouw gaat hier nou van profiteren? Gaat u... Butter krijgt het woord. De woningbouw die hiervan gaat profiteren is bijvoorbeeld een woningbouw die rond de Bennebroekenberg plaats gaat vinden. Dat zit allemaal op het, ja, zeg maar, op het stad Hoofddorp. Of het dorp Hoofddorp, sorry. Nou, verspreek ik me echt op zijn VVD's. Inwoners daar kunnen daarvan van openbaar vervoer gebruik maken. Ik zie niet het punt wat u probeert te maken. Meneer Boerman, ja, van links. Dan even helder. Het punt wat ik wil maken is dat we de woningbouw plannen. Die plannen we aan de westkant. Lisbroek, Nieuw-Vennep. Dat zijn allemaal geen plekken die we vanuit Hoofddorp gaan bedienen. Dus mijn punt is, deze lijn is vooral bedoeld om Schiphol te helpen, om de Oostvlakte mogelijk te maken. Maar onze inwoners zouden we veel beter kunnen helpen met fijnmazig ander openbaar vervoer. Meneer Komer, geef ik het woord. Ja, maar heel kort in verband met de spreektijd. Ik snap wel wat u punt wat u wilt maken, maar het gaat niet alleen om woningbouw wat direct rondom het station wordt gebouwd. Natuurlijk komen er allerlei verbindingen naar ook een upgrade station. Dat zit hier ook in. En dat zijn we überhaupt al van plan voor station onder Hoofddorp. Dus er hoort bij goede verbindingen naar grote woonwijken, natuurlijk. Maar dat zit ook al in de planning. Dus ik bestrijd het beeld dat het alleen is voor wie naast het station woont, die op de metro kan stappen straks. Dat gaat natuurlijk een uitstralingseffect, als goed is, naar zo groot mogelijk. En dat is een uitdaging, maar daar moeten we van gaan. Kom ik weer terug bij de heer Den Butter, SGP, de ChristenUnie, andersom. Nou, de volgende vind ik niet belangrijk. Even kijken, dat is natuurlijk gelijk. Ik had het over de financiën en de tijdlijn. Nou, de tijdlijn is duidelijk natuurlijk. En ik denk dat juist ook omdat er veel partijen bij betrokken zijn, het niet per se sneller gaat. Zeker ook als het grote belangrijke partijen zijn, die kunnen dingen vertragen ook. En dat zal ongetwijfeld in dit project plaats gaan hebben. Maar het is goed om dat te onthouden als je verdere planningen gaat maken. Het tweede is het financiële stuk. En daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van. En dat zal in het nota van uitgangspunten verder uitgewerkt worden. En we zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Waar wij veel van verwachten is de genoemde proportionaliteit. De bijdrage van de Haarlemmermeer kan niet betekenen dat we verder voor openbaar vervoer in de Haarlemmermeer, het vijfjarige netwerk van de heer Boerman, geen geld meer over hebben. Want dat is wel degelijk belangrijk. En het kan niet zo zijn dat het aanleg van de Noord-Zuidlijn dit soort openbaar vervoer onmogelijk maakt. Maar dat zal u ook met ons eens zijn. Daarmee heb ik denk ik de hoofdpunten wel genoemd. En we wensen u verder al het goede in het inzetten op de Noord-Zuidlijn. En daar vroeg u om. Ik kom bij de Partij van de Arbeid, mevrouw Kerkhof. Ja, dank u wel, voorzitter. De Noord-Zuidlijn, ja, die staat gepland tot Schiphol. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we hem door kunnen trekken naar Hoofddorp. En daar moeten we ons hard voor maken. Dat hebben we in het coalitieakkoord vastgelegd. Het heeft gewoon heel veel voordelen. En, want we willen de mensen uit de auto hebben. We willen de mensen in het openbaar vervoer hebben. Dat soort bewegingen heeft voorkeur. Dus als je een metrolijn kan doortrekken, is hartstikke mooi. Als je kijkt naar... ligt er inmiddels ook een visie over... Kennemerland, Zuid-Kennemerland, zeg maar. Haarlem is daar een grote trekker in. Maar daar hebben wij ook aan meegewerkt. En ook daarin zie je terugkomen dat bepaalde lijnen hartstikke druk zijn en overvol zijn. Haarlem, Sloterdijk, de trein, daar kan geen extra trein meer bij, hoor. Dat zit een mutje vol. En die beginnen ook al te praten over een light rail van Haarlem, Vijfhuizen naar Hoofddorp bijvoorbeeld. En naar Amsterdam. Dus er zijn... Wij zijn niet de enige speler in dit gebied. En het is handig om de regie in je eigen regio te hebben. En dat is bijvoorbeeld als je nu praat over de Noord-Zuidlijn. Dat is hartstikke mooi. We hebben de Oostflank die we willen ontwikkelen. Maar we willen ook die werknemers niet in die auto's hebben. We willen ze met het openbaar vervoer hebben. Het liefst nog op de fiets. Er komt woningbouw aan. Dus we pleiten al vaker voor, ga nou dat openbaar vervoer ontwikkelen. En ik heb u schriftelijk gevraagd, van, zijn er al cijfers over hoe het nu zit op station Hoofddorp? Met hoeveel passagiers stappen daar nou in en uit? Nou, dat is in het kader van privacy niet leverbaar. Maar ik denk dat het wel degelijk wel bekend is hoeveel mensen er momenteel gebruik maken van de trein. En
Nou is het door de corona natuurlijk wel wat ingezakt. Maar ik ga ervan uit, en met mij denk ik vele anderen, dat over 5 of 10 jaar, op het moment dat die Noord-Zuidlijn daadwerkelijk te ligt, weer volop passagiers erin zitten. Dus je moet langetermijn denken en niet van nu. Geld is wel een punt, maar daar krijgen we nog voorstellen over. Dus daar zullen we kritisch naar kijken, want we moeten inderdaad niet in het gat van Amsterdam vallen met die Noord-Zuidlijn. Met dat het ontzettend veel overschrijdingen heeft en dat het heel lang duurt in de tijd, bijvoorbeeld. En de mooie bijkomstigheid is van wat ik heb begrepen, is dat als wel die lijn er is en de tunnel ligt eruit voor het autovervoer, dat mensen, want dat is wel een probleem op dit moment als de weg eruit ligt, dat mensen wel de mogelijkheid moeten hebben om met openbaar vervoer wel in Amsterdam of op Schiphol te komen. En dat is een veiligheid, dus een mooi meegenomen iets. Dus ja, ga door. Wij pleiten ervoor om door te gaan met die Noord-Zuidlijn lobby en ook richting Den Haag, om daar ook geld proberen los te krijgen. En we wachten gewoon het voorstel af van u. Uitgangspunten en de financiële onderbouwing, dat wordt november. Nou, tot die tijd kunnen wij rustig wachten. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Komen, D66. Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij zijn toch weer verrast over de vele twijfels, gelukkig niet net voor, maar die we sommige partijen hebben uitgesproken. D66 houdt van helderheid. Wat ons betreft is het Noord-Zuidlijn ja. En natuurlijk hoort er nog een gezond financieel kader bij. En ik snap dat mensen gezien de ervaringen eerder met andere Noord-Zuidlijnen en dit soort grote projecten zorgen hebben over die financiering. Dus terecht dat mensen het noemen, maar daar zijn we nu nog niet. Het gaat nu nog een veel eerder stadium over waar we met elkaar voor gaan. Wat ons betreft staat in het stuk goed beschreven wat we willen en waarom we dat willen. Dit is een toekomstvisie en die overstijgt de coronacrisis. Ja, de coronacrisis heeft waarschijnlijk ook een aantal permanente effecten. Meer digitaal, meer thuiswerken. Maar dat doet niets af aan de uiteindelijk langdurige mobiliteitsvraag. Mensen willen vrijheid van bewegen. Mensen willen van A naar B kunnen en snel en inderdaad ook klimaat- en milieuvriendelijker. Dat zal in de toekomst steeds belangrijker zijn. Dus wat ons betreft past die Noord-Zuidlijn daarbij. En ja, je moet vroeg beginnen als je uiteindelijk dat wil realiseren. U krijgt een interruptie van de heer Spijker, 1 Haarlemmermeer. Ik denk, laat ik het balletje teruggooien. Bent u het met me eens dat wij Haarlemmermeer, dus ik doe maar even wij, hè, het meest eigenwijze volkje zijn qua transport? We willen allemaal een auto. We willen ons allemaal per auto van A naar B. We hebben al hele debatten over het gebruik van fietsen, want dat is al moeilijk. Dan gaan we straks een prachtige metro krijgen. Subliem. Ik bedoel, voor de goede orde, subliem. Maar zal die nou werkelijk zo magnetiserend werken dat iedereen zegt, ik laat mijn auto staan en ik ga de metro pakken? Ik hoop het. Maar bent u het met me eens? Meneer Komen, D66. Ik vrees dat ik het niet met u eens ben, want eigenwijs volk zijn we wel, daar houden we van. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat die verbinding geen meerwaarde heeft. Omdat iedereen toch de auto zal blijven pakken. Nee, ik denk het niet. Ik denk wel degelijk dat als wij alternatieven bieden, waaronder een ontzettend goede verbinding naar de hoofdstad van dit land, een enorme metropool met bedrijvigheid, niet alleen kantoren, maar ook op recreatief vlak, op wat ik veel wat, dat die mobiliteit zeker in de toekomst vanuit onze gemeente ook gewenst is. En er dus een meerwaarde is. Dus helaas, op dat punt ben ik het niet met u eens. Meneer Boerman, GroenLinks. Ja, voorzitter, mij verbaast het toch, want het wordt elke keer gesproken alsof er nu geen vervoer is naar die prachtige hoofdstad. Er werd gezegd net, we weten niet hoeveel mensen erin stappen nu op het station. Nou, dat weten we precies voor de crisis waren dat er bijna 20.000 per dag. 20.000 mensen per dag stappen nu al in op station Hoofddorp. Meneer Boerman, u krijgt een interruptie van de heer Van Dijk, Forza. Ik krijg een interruptie, kijk eens. Dat wordt helemaal leuk. Ja, naar de heer Boerman. Het is nu al zo, in ieder geval voor corona, dat op het perron van station Schiphol, dat die wel eens afgesloten werd, omdat er te veel mensen op stonden. En dat wordt alleen nog maar meer. Als je de prognoses ziet van hoeveel mensen gebruik maken van station Schiphol, dan zie je een hele stijgende lijn. Er moet gewoon snel iets gebeuren. Bent u daarmee eens? Kort mag u een antwoord geven, dan ja, kom ik terug bij de woordvoerder, anders gaat het helemaal door elkaar. Precies, voorzitter, ik ben daar zeker mee eens. Er staan te veel mensen op station Schiphol. Maar de vraag is, hoe komt het dat daar te veel mensen staan? Meneer Komen, D66. Ja, ik kreeg een interruptie van meneer Boerman, dus ik zou graag in zijn tijd ook daar nog even kort op antwoorden. Als dat kan.
Nee, ja, precies. Want ik blijf dat toch ook een beetje, kort anders wel zeggen, door verbaasd dat GroenLinks nu dit betoog houdt. Wij willen toch mensen op een goede manier en milieuvriendelijk en et cetera in het OV krijgen. Dan is dit toch een prachtige investering. En ik ben het met u eens. Het moet niet afbreuk doen aan de verbinding naar Nieuw-Vennep. Daar wou ik zo meteen op komen. Maar wat u stelt, daar is nu een goede verbinding. Ik reis relatief veel vaak die kant op. En er is wel degelijk een behoefte, niet alleen qua overbelasting, ook maar een behoefte aan een betere verbinding. Dus wat dat betreft vind ik dat u tekort doet aan de huidige verbinding en de verbetering en het verschil tussen die twee. Dat kan ik nu verder in mijn... Ja, gaat u betoog afmaken graag. Ja, dank u. Ik was eigenlijk al een heel eind op stoom en was gebleven bij de vrijheid van bewegen en mobiliteit die mensen uiteindelijk toch echt wel willen. En dat we over de coronacrisis heen moeten kijken met elkaar. En ik wou nog één punt maken en dat ging over station Nieuw-Vennep. Het lijkt wel of er een stukje tekst is weggevallen in de notitie, want het gaat over de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Nou, hebben we nog een grote metropool in onze gemeente en dat is Nieuw-Vennep. En wat mij betreft moeten we wat verder kijken. En ik snap best dat de haalbaarheid verder onder druk komt. Hoofddorp wordt al spannend, lukt het. Nou, Nieuw-Vennep ook. Maar laten we het vooral al dat pleit bezorgen om in de langere termijn toch ook te kunnen kijken naar de metropool Nieuw-Vennep. Dus wat D60 betreft zetten we toch echt in de tekst in op doortrekken naar Nieuw-Vennep. En dan zou het erop uit kunnen draaien, je moet in onderhandeling altijd hoog inzetten, dat die toch naar Hoofddorp komt op termijn. Pas naar Nieuw-Vennep. Maar wat ons betreft moeten we die niet vergeten. En hebben we meteen het probleem van GroenLinks opgelost. Dat eventueel een trein zou wegvallen. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Van der Beet, CDA. Dank u wel, voorzitter. In een van de sessies over de voortgangsrapportage mobiliteit heeft de Raad aangegeven graag met het college in gesprek te gaan over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. En we zijn blij dat het college heeft geluisterd naar de suggestie van CDA en de VVD om het uitgangspunt van het college in een raadsvoorstel op te nemen en hier ook gewoon met elkaar in alle openheid te kunnen bespreken. We zien dat het college geen gelegenheid onbenut laat om de ambitie voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn kenbaar te maken. De portefeuillehouder zet samen met haar ambtenaren alles op alles om de ambitie om te zetten in concrete plannen. En we begrijpen het enthousiasme, omdat een dergelijk groot infrastructureel project het hart van de gemiddelde mobiliteitsman of vrouw sneller doet kloppen. Daar zou ik dus eigenlijk zelf ook last van moeten hebben. Maar helaas heeft bij mij het realisme een grote glimlach nog een beetje in de weg. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn biedt grote voordelen voor de veiligheid op station Schiphol. Het vestigingsklimaat voor bedrijven en het realiseren van woningen. De nationale en internationale posities van de metropoolregio Amsterdam en de luchthaven Schiphol zullen verbeteren, omdat de bereikbaarheid van de entree van Nederland een enorme impuls krijgt. Haarlemmermeer profiteert hiervan mee, maar wat zullen onze inwoners hier echt concreet van merken? We moeten namelijk niet doen alsof Hoofddorp nu slecht bereikbaar is, zoals uit sommige bijdragers van collega's een beetje naar voren komt. Het lijkt erop alsof de Zuidtangent totaal vergeten wordt. Het centrum van Hoofddorp en de omliggende wijken en bedrijventerreinen beschikken immers al over een excellente bereikbaarheid met het OV, met Schiphol en Amsterdam. En er zijn heel veel plaatsen in onze omgeving heel erg jaloers op. Het college geeft de potentie voor Haarlemmermeer als volgt weer. Intensieve verstedelijking gaat erom dat het college aangeeft dat er een intensieve verstedelijking plaats gaat vinden in het gebied. En een bijdrage wordt geleverd aan de werkgelegenheid. Het CDA vraagt zich af hoe dit samengaat met het behoud van het open polderlandschap, de vergroening en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners. Als het college hiermee doelt op ontwikkelingen zoals Hyde Park, stationsgebied Hoofddorp en Schiphol Trade Park, voelt onze fractie zich wat meer gerust als dat de Noord-Zuidlijn resulteert in het volbouwen van Haarlemmermeer. Daar hebben we een heel ander gesprek met elkaar namelijk. We moeten ervoor waken dat de verkeerde verwachtingen gewekt worden bij de ketenpartners en in het bijzonder de gemeente Amsterdam. Haarlemmermeer moet niet het Amsterdamse woningwalhalla worden. Meneer Kober, D66. Ja, voorzitter. Ik ben toch wat verrast door de draai van het CDA, die niet zo lang geleden nog warm pleidooi hield voor de Noord-Zuidlijn. En ik zou eigenlijk wel willen vragen aan het CDA, wat in het stuk heeft u nu deze toch wat meer conservatieve betoog doen ontlokken? Want ik proef toch enige twijfel over nut en noodzaak. En dat was voor dit stuk volgens mij hetzelfde. Was er ook al een goede verbinding. Dus ik ben wel benieuwd wat u dat nieuwe inzicht heeft gegeven, wat er in dit stuk staat. Meneer Van der Peet, CDA.
Nou, de heer Komen, wij zijn niet gekomen tot een nieuw inzicht. Het trigger voor ons is die verdergaande verstedelijking die in het raadsvoorstel staat. Dat is het punt waarop wij nu aanslaan. Want wij zijn, we zeggen ook in de inleiding, zeg ik net, ja, we zijn voorstander van de stappen die het college nu zet. Maar wat gaan die stappen voor gevolgen hebben? Daar gaat het ons om. Als die stap uiteindelijk gevolgen heeft dat hier in Haarlemmermeer alle open ruimte verdwijnt en we grote verstedeling krijgen rondom Nieuw-Vennep, Hoofddorp, dan hebben we een ander gesprek. Als het gaat om de veiligheid op Schiphol en die andere elementen die ook in het voorstel staan, ja, daar zijn wij uiteraard volledig voorstander van. Wij geven nu eigenlijk aan iets op de lange termijn die het gevolg zouden kunnen zijn van deze beslissing die we gewoon voor ogen moeten houden. Dan de heer Komen, D66. U heeft niet zoveel tijd meer. Nee, dat was ik er bang voor. Dan maar een korte opmerking. Dat me toch wel verbaast dat u nu tot dat inzicht komt. Want natuurlijk brengt een goede metroverbinding meer verstedelijking met zich mee. Dat kan u toch niet verrassen? Zeker niet. Nou goed, laat ik het daar maar even kort bij houden. Dus het verrast mij wel dat inzicht nu komt. Want dat was natuurlijk ook van tevoren hieraan gekoppeld. Dat kunt u niet ontkennen dat u daar nu pas achter komt. Meneer Van der Beet, gaat uw termijn verder? Ja, ik reageer nog heel even kort. Kijk, als het gaat om de verstedelijking die we nu al in beeld hebben, daar hoor je ons niet over. Hè? Hyde Park is al een gigantische verstedelijking. En daar gaat die Noord-Zuidlijn ook aan bijdragen. Dus het gaat echt om nog meer dan wat we nu voor de komende 20 jaar voor ogen hebben. Daar gaat het ons vooral om. Dat gezegd hebben, dan vindt het CDA het goed dat het college zich inzet om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Hoofddorp. We vragen het college wel om dit met realisme te doen. We hebben vaker te maken gehad met te grote ambities in Haarlemmermeer en dat is niet altijd een succes gebleken. De grote vraag blijft ook hoe de financiering eruit komt te zien. Haarlemmermeer zal hoe dan ook moeten bijdragen, anders is Schiphol Airport straks het eindstation. Maar wat gaan we dan bijdragen? De nota van uitgangspunten voor het bid van Haarlemmermeer zal hier duidelijkheid over moeten geven. We weten inmiddels dat deze ter besluitvorming medio oktober naar de Raad toe zal komen. En dat wordt een heel belangrijk moment dus. We zullen de bijdrage van Haarlemmermeer wel moeten vaststellen, zonder een volledig inzicht te hebben in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Sluit ik me een beetje aan op wat de heer Sally al zei. Dat maakt het doen van een bid wel risicovol. En wij vragen daarom bijzondere aandacht voor de risicoparagraaf die in de uitgangspuntennota vast en zeker gaat terugkomen. Wat het CDA betreft moeten we ons in elk geval niet laten verblinden door de ambities die de MRA in dit verband uitspreekt. We hebben in Haarlemmermeer zonder Noord-Zuidlijn al uitdagingen genoeg op het gebied van mobiliteit. Gezien de schaalsprong wonen hebben die op dit moment voor het CDA hoog prioriteit. Voor de 20.000 woningen die we nu voor ogen hebben, zal de Noord-Zuidlijn niet zoveel bijdragen. Daar heeft bijvoorbeeld een nieuwe Bennebroekerweg, verdubbeling daarvan, veel meer invloed op. Het kan niet zo zijn dat de ambtelijke capaciteit wordt opgeslokt door de Noord-Zuidlijn, maar we vertrouwen erop dat de wethouder dit in de smiezen heeft en hier actie op opneemt. Tot zover onze visie op de nota met de inzichten van voor de coronacrisis. Want het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd en het kan grote invloed hebben op toekomstige investeringen. De verwachtingen zijn dat het nog jaren zal duren voordat het vliegverkeer weer op het oude niveau is, als het al gaat gebeuren. Hetzelfde geldt voor het toerisme. Het massatoerisme wat in Amsterdam de afgelopen jaren voor heel veel problemen heeft gezorgd. Onder andere die volle prons op station Schiphol. Komt dat überhaupt nog wel terug? Massatoerisme. Wij vragen het ons af en niemand weet het. Het is niet voor niks dat Schiphol zelf ook een aantal grote investeringen in de ijskast heeft gezet, waaronder een tweede terminal. En uiteraard heeft dit invloed op het tempo waarin ontwikkelingen van het OV ook nodig zijn. Het is ook maar de vraag of die 4 miljard die het groeifonds van het Rijk waarschijnlijk gaat bevatten, voldoende is om alle wenselijke initiatieven uit te voeren. Het CDA zal de ontwikkeling op de voet volgen en kijkt uit naar het debat in oktober. Tot zover. Op volgorde van dat mensen mij vragen het woord te voeren, ga ik het lijstje af. Dus ik had nu mevrouw Kliphuis, VWD, staan en daarna de heer Van Dijk, Forza. Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een constatering dat ik vooral heel blij ben dat GroenLinks net vandaag heeft aangegeven het coalitieakkoord volledig te steunen. Dat geeft een mooi begin van mijn betoog. Ja, voorzitter, mag even... Ja, ik ga het zeggen. Meneer Boelman. Laat wel even mijn woorden. Ik heb niet aangegeven dat te ondersteunen. Ik heb alleen gezegd dat het mij onzinnig lijkt om nog een keer te gaan praten over iets waar we 2 jaar geleden een besluit over genomen hebben. Mevrouw Kliphuis, gaat u verder?
Dank u wel, heer Boerman. Wij zullen de notulen straks nog een keertje daarop terugslaan. Maar wat mooier is, is dat we hier worden gevraagd om de wethouder kracht te geven om de volgende fase van de onderhandelingen in te zetten op de Noord-Zuidlijn. Een project wat bijzonder is, en HAP noemt het een prestigeproject, maar het project, daar, aan het woord prestige kleeft iets negatiefs hier in de provincie. Want het is eigenlijk iets heel erg bijzonders. 1 keer in de 20 jaar maken we een nieuwe metrolijn. U mag uw zin afmaken. Nou, nee hoor, ik... Maar het is altijd een keuze hoe we dat doen. Meneer Salie van HAP, graag het woord. Ja, een kleine correctie aan die prestigeproject. Ik heb niet gezegd, zoals u dat heeft gezegd, dat het een prestigeproject is. Ik heb gezegd dat we moeten voorkomen dat het een prestigeproject moet worden. Mevrouw Klippers, gaat u verder. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat als we mijn definitie van prestigeproject hanteren, dat we dat helemaal niet hoeven te voorkomen. Want het is een heel bijzondere stap, zei ik. Daarnaast is het ook heel bijzonder dat deze openbaar vervoersverbinding ook een samenwerkingsverband is, zoals we dat nog nooit in Nederland hebben gezien. En dus ook op meerdere manieren gaat worden gefinancierd. Dat maakt het ook nog eens een hele grote uitdaging dat dat bij ons gebeurt met onze wethouder die onze belangen daarvoor gaat inzetten. Het geeft daarnaast ook mogelijkheid, en er wordt hier een beetje tussen neus en lippen door al het debat gevoerd over de verdere verstedelijking van onze gemeente. Wat een hele belangrijke discussie is. Gaan we, als we naar die Noord-Zuidlijn, als we die gaan doortrekken, gaan we dan ook misschien het stadscentrum nog verder verstedelijken? Gaan we inderdaad zoeken naar meer ruimte om te bouwen, woningen die zo ontzettend nodig zijn hier bij ons in de regio? De discussie wordt al tussen neus en lippen doorgevoerd, maar daar is deze Noord-Zuidlijn natuurlijk heel belangrijk voor. Terug naar mevrouw wat... Klippers, u krijgt een interruptie van de heer Boerman, GroenLinks. Ja, dan gaat het weer over die woningen, voorzitter. En die vind ik ook belangrijk, en dat weten we ook allemaal. En we praten elke keer over die woningen. Maar we weten ook, het is een Noord-Zuidlijn die gaat van Amsterdam naar Schiphol, naar Hoofddorp. En dankzij Schiphol kunnen daar in die buurt geen woning gebouwd worden. Dat is gewoon het feit. Dus laten we niet elke keer zeggen, we gaan daar verstedelijken, we gaan oostflank bouwen, vol met bedrijven, maar er komt daar geen woning langs te lopen. Ik geef eerst mevrouw Kerkhoff even het woord, die wil ook interroberen. Ja, ik wil toch even reageren op GroenLinks. Wij hebben hier gewoon mensen wonen in Hoofddorp die bijvoorbeeld in Amsterdam werken of die op Schiphol werken. En die heb ik liever in het OV-vervoer zitten dan in hun auto die CO2 produceert. Dan nog even heel even rustig, woord. Want ik wil niet dat u er doorheen praat. Want ik wil eerst het woord geven aan de heer van de Peet, CDA. En daarna kom ik bij u terug. En dan ga ik weer terug naar mevrouw Klippers. Ik wil toch even reageren op de Partij van de Arbeid. Want we doen nu weer alsof er nu geen OV is tussen Hoofddorp en Amsterdam. Er rijdt elke 3 minuten een bus. En als het kan het nog vaker. Er rijdt 6 keer per uur een trein. We moeten niet doen alsof er nu niks is. U heeft geen tijd meer, maar even een reactie van GroenLinks, de heer Boerman. Ja, dit was inderdaad precies dezelfde reactie. De Partij van de Arbeid zegt van, dat komt er eindelijk openbaar voor. Hoeveel mensen raadt het. Wij weten gewoon, er stapten voor corona 18.000 mensen per uur in de trein daar. Klaar, per dag, sorry. Dan ga ik nu terug naar mevrouw Klippers, want die is met haar betoog bezig. Dus ik wil vragen om dat voort te zetten. Dank u wel, voorzitter. Een bijzonder project. Een project wat dus inderdaad ook voor onze toekomst heel veel gaat betekenen. En omdat het ook voor onze toekomst veel gaat betekenen, dus kleven er heel veel onzekerheden en risico's aan vast. En hier zijn er al een aantal genoemd in de Raad. Maar wij van de VVD vinden het belangrijk om de wethouder te vragen om de lessen van de Noord-Zuidlijn, zoals die in Amsterdam geleerd zijn, ook mee te nemen naar dit traject. Dus kijk ook naar hoe we op een concrete manier de risico's tijdens de planfase, maar ook tijdens de uitvoering van dit project kunnen gaan beheersen. Juist ook vanwege deze bijzondere samenwerking is het extra van belang dat we daar oog op houden. Vervolgens heeft, is hier de vraag de hele tijd aan de hand van, gaan er nou na corona heel veel mensen komen? Heeft deze metro nou magnetiserende werking? Nou, meneer Spijker,
De magnetiserende openbaar vervoersverbindingen zitten in Japan. Maar het mooie van een metro ten opzichte van een bus, niet ten opzichte van een trein, is dat daar een veel efficiëntere beweging van is en er veel meer mensen per beweging kunnen worden vervoerd. Dus wij denken wel degelijk dat dat een magnetiserende werking heeft, in die zin dat het een wat makkelijkere en toegankelijkere manier is om je te bewegen. En wij denken ook dat die mobiliteit na de coronabeperkingen weer gaat oppakken. En we weten nu niet hoe, maar als we iets nu zien, is dat mensen niet zozeer thuis volledig op het werk gaan, maar wel veel meer naar ontmoetingsplekken toe gaan om daar te gaan vergaderen, om daar iets te doen. Dat betekent wat ons betreft, maar wij hebben ook geen glazen bol, dat er juist heel veel over en weer bewegingen gaan ontstaan van mensen die in Amsterdam afspreken of mensen die juist in Haarlemmermeer afspreken, omdat wij misschien wel een hele mooie trekpleister zijn. Toeristen die Amsterdam bezoeken, maar wegens de iets wat toeristwerende maatregelen, misschien straks ook wel naar Haarlemmermeer komen om hier even in het groen rond te lopen. Dus wat dat betreft zien wij juist zo'n efficiënte beweging van het metrovoer als een grote toevoeging. En zien wij helemaal niet zozeer dat er zo direct geen personen meer zijn die gebruik gaan maken van deze verbinding. U krijgt een interruptie van de heer Sali. Hap. Ja, dat is. Ik denk ook dat u goede dingen zegt. Maar inderdaad, u geeft ook aan dat u geen glazen bol heeft. En daar zit het hem in. En wat ik heb gezegd is dat we dat in overweging moeten nemen. We moeten kijken van wat die effecten allemaal straks gaan doen. En als we dat niet weten, kunnen we daar ook niet over beslissen. En dat is de kritische toon die in ieder geval HAP heeft gemaakt vandaag. Mevrouw Kliphuis. Dank u wel, voorzitter. Als je niet weet, dan kan je niet beslissen, is denk ik niet het uitgangspunt wat we hier moeten uitstralen als raad. We weten niet precies wat er in de toekomst gebeurt. Dat hoeven we ook op dit moment niet in de onderhandelingen, maar we moeten het vooral meenemen in de risicobeheersing. En daar ben ik het met u eens en daar heb ik ook net de wethouder gevraagd om dat niet alleen mee te nemen, maar daar ook concreet een risicotraject op te zetten in de uitvoering van het traject. Wij willen de wethouder nogmaals volledig steunen in deze onderhandelingen. En wij zien uit naar de nota van uitgangspunten en de financiën. En we gaan ervan uit dat de beginselen die mee zijn gegeven in dit stuk over proportionaliteit van onze bijdrage daarin terug te zien zijn. Want ook dat is belangrijk, dat het financieel voor ons wel op een verantwoorde manier kan. Dan kom ik bij de heer Van Dijk, Fortse. Ja, voorzitter. Eindelijk. Dank u wel. Heel goed dat we als raad het gaan hebben over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Het staat wel in het collegeakkoord, maar het is natuurlijk nooit verkeerd om eens in de raad te voelen hoe dit nou leeft en hoe het nou zit bij iedereen. Om de bereikbaarheid van Hoofddorp en Amsterdam te verbeteren in het licht van onze woningbouwopgave zou het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp een mooie oplossing kunnen zijn. Hierdoor kan ook de enorme forense druk op station Schiphol afnemen. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn kan werkgelegenheid in Hoofddorp creëren. De concurrentiepositie van Haarlemmermeer en in het bijzonder van Hoofddorp wordt met de komst van de Noord-Zuidlijn verbeterd. En het college rekent ook op economische groei die, zoals u weet, we hard nodig hebben. Fortsa is ook van mening dat de bereikbaarheid van Hoofddorp, maar ook van dorpen in onze gemeente met Amsterdam moet worden verbeterd. We willen ons niet eenzijdig richten op Amsterdam-Hoofddorp en vinden dat het college ook eigenlijk breder moet kijken dan alleen maar Hoofddorp. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn brengt een eigenlijk enorme investering met zich mee. Geld dat onze gemeente eigenlijk niet heeft. En het is goed om te weten dat belangrijke partners als NS, Schiphol, KLM en de provincie, gemeente Amsterdam, vervoerregio Amsterdam allemaal betrokken zijn en dat er een groeifonds wordt opgericht waar dit project misschien uit betaald kan worden. U krijgt een interruptie van mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is meer een vraag. Wat heeft u voor ogen, want u zegt niet alleen Hoofddorp Amsterdam, maar waar denkt u dan nog meer aan? Nou, ik denk in ieder geval de busaansluitingen van Zwanenburg, Bad Hoeverdorp, dat er op een of andere manier een verbinding komt te ontstaan, een soort netwerk van snel en hoogwaardig openbaar vervoer. Bijvoorbeeld Nieuw-Vennep, waar we het net over gehad hebben, misschien moet je hem doortrekken naar Nieuw-Vennep, misschien moet je nog verder gaan en eens met Leiden gaan praten. Misschien is er wel behoefte aan om er een soort randstadrail van te maken uiteindelijk. Althans, die mogelijkheden moeten er zijn. Daar hebben we het
nu niet over. Maar het gaat wel om dat de bereikbaarheid, dat niet alleen mensen in Hoofddorp hiervan moeten kunnen profiteren, maar dat we eigenlijk zoveel mogelijk de mensen, de inwoners van Haarlemmermeer gebruik kunnen maken. Of in ieder geval merken dat het een enorme verbetering is. Gaat u dan verder met uw betoog en dan mevrouw Kerkhoff mag het microfoontje uitdoen, maar heeft ze net gedaan. Oké. Het is de wens van Forza dat de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Hoofddorp en dat de bereikbaarheid van de gehele gemeente met Amsterdam wordt verbeterd, zodat dit zonder dat dit leidt tot het verlies van de unieke identiteit van Hoofddorp en onze gemeente. De heer Van der Peet heeft het er ook al over gehad, maar dan in andere bewoordingen. Onze fractie is van mening dat we moeten voorkomen dat Hoofddorp met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn gedegradeerd wordt tot een ordinaire voorstad van Amsterdam. In diverse brochures over het wonen in Hyde Park wordt Hoofddorp al gepresenteerd als een voorstad van Amsterdam. Het lijkt mij wenselijk om het behoud van de unieke identiteit van Hoofddorp op te nemen in de planvorming met betrekking tot het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Ik ben wel benieuwd hoe de wethouders hier naar kijken en hoe andere fracties hier tegenaan kijken. En dan had ik nu een interruptie verwacht van... Ja, nou, die krijgt u. Ik zit al te kijken. Meneer Spijker, 1 Haarlemmermeer. Excuus, voorzitter. Meneer Van Dijk, ja, ik was wel heel benieuwd naar uw visie van de unieke identiteit van Hoofddorp. Want als ik naar Hoofddorp kijk, dan zeg ik, ja, aardig, Hoofddorp. Ja, meneer Van Dijk. Ja, voorzitter, die vraag had ik al verwacht, dus ik had er iets ook over bedacht. En Hoofddorp is een provinciestad met ruim 75.000 inwoners met dorpselementen, maar ook een stad met een stedelijke uitstraling, kleinschaligheid met landelijke randjes, een stad waar men graag komt winkelen en waar de auto en Zwarte Piet nog steeds welkom is, maar ook een stad waar de pioniersgeest uit de 19e eeuw nog overal terug te vinden is, zowel in kunstuitingen als in architectuur. En voorzitter, dat moeten we toch met elkaar koesteren. Dat was het. Mevrouw Kliphuis, wil u even nog een compliment geven, meneer Van Dijk. Volgens mij hebben wij een mooie city marketing aan u. En ik stel voor dat u dat nog eens een keer geschreven aan onze reclameafdeling meegeeft. Budget toch goed besteed, kennelijk. Maar bent u klaar met uw inbreng? Heel goed, dank u. Mag ik het woord? Nee, wat? Nou ja, voorzitter, ik doe een uitnodiging om aan de fracties om het ook daarover te hebben. Ik ben benieuwd hoe zij daarover denken. Ja, het is... Nou goed, u gaat over uw eigen debat, maar het is natuurlijk wel een beetje ander onderwerp. Hè? We hebben het hier over de Noord-Zuidlijn. Nou, voorzitter, het is niet om met u in debat te gaan. Het is wel een wezenlijk onderdeel van de gevolgen van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. De heer Van der Peet heeft het net ook al over gehad. Wat zijn dan de consequenties daarvan? En wij zijn bevreesd dat wij Hoofddorp misschien wel een voorstad van Amsterdam gaat worden. En dat is nou net niet wat wij willen. Dat is ook een politieke keuze. Nee, goed, zo is die nuancering prima. Ik wil het woord geven, mag ik het woord geven aan de volgende, meneer Beuzenberg of meneer Sulman? Wie van de twee? Dank u, voorzitter. Dank u. Voorzitter, de fractie van SRH is een groot voorstander van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Ook al zou dat betekenen dat wij een voorstad van Amsterdam zouden worden. En dat zou ik nog toejuichen ook. Economisch gezien. Economisch gezien zou dat ons een aardige duit opleveren. Voor de financiering van het project. Nou, leven we toevallig ook in een hele mooie periode. Want het geld kost nagenoeg helemaal niets. Je krijgt, als je het goed uitspeelt, krijg je nog centjes toe. Dus wat mij betreft gaan we morgen... Nou, niet. Dan doe je niet goed je best, wethouder. Want anderen krijgen het namelijk wel. Wij vinden het een uitgelezen kans. Wij vinden het een uitgelezen kans, voorzitter. En nu meneer Spijker, 1 Haarlemmermeer geeft een interruptie. Meneer Beuzenberg, denkt u dat de gemeente Haarlemmermeer spontaan de markt op kan gaan voor miljoenen om dit project te financieren? Want helaas, als ik naar onze wethouder Financiën kijk, is hij altijd zeer voorzichtig met de budgetten. En meer wat je niet heeft, gaat je niet uitgeven. Althans, dat heb ik van hem geleerd.
Meneer Beuzenberg, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dat kan wel zijn als we het over sociale huurwoning hebben. Maar we hebben het hier natuurlijk over een hele mooie... een heel mooi project wat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is. En laten we heel eerlijk zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Het is gewoon een prachtig mooi project. Je zet je eigenlijk als gemeente Haarlemmermeer en Hoofddorp zet je je op eenzelfde level als bij onze hoofdstad. En moet je je daarvoor schamen om een voorstad van Amsterdam te zijn? Nee, zeker niet. Het enige wat er moet gebeuren, dat is dat er een andere burgemeester komt die niet zo fanatiek de toeristen weg wil hebben. Nou ja, ze hebben de zin. Half Amsterdam loopt bij de sociale dienst. En wij moeten zeggen, bij ons maar een klein beetje. Voorzitter, nogmaals... U krijgt, ja, zo is het niet zo moeilijk om interrupties over je heen te krijgen. Meneer van der Peet, CDA. Ja, ik was toch benieuwd of de heer Beuzenberg wel eens in een voorstad van Parijs is geweest. En hoe dat daaruit ziet. Bijvoorbeeld Saint-Denis of zo. Meneer Beuzenberg, gaat uw gang. Als de Mol en Roes daar zit, dan ben ik er zeker geweest. Voorzitter. voorzitter, nou, wat verrast iemand. We gaan nu lopen dollen over een prachtig mooi project. En ik hoop dat mevrouw Ruigrok haar uiterste best gaat doen om het zo snel mogelijk rond te krijgen. En we zien natuurlijk ook het kostenplaatje, zien wij wel tegemoet. Tegen die tijd en tegen meneer Boerman zou ik zeggen. Joh, verkoop je auto. Ga met de metro en we zijn allemaal even blij. Dank u wel. Ik ga naar de heer Sulman, Gezond Haarlemmermeer. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp is cruciaal in de ontwikkeling van Haarlemmermeer op het gebied van werkgelegenheid en woningbouw. Het is al een aantal keer gezegd. Ambitiële doelen die wij natuurlijk steunen. De ontwikkeling van Hoofddorp wordt genoemd, dus een halte van de Noord-Zuidlijn op station Hoofddorp is dan een begrijpelijke wens. Maar dan wordt er in het raadsvoorstel ook de ontwikkeling van Park 21 genoemd. Niet alleen moet deze ontwikkeling plaatsvinden op grote afstand van station Hoofddorp, maar Park 21 wordt ook herijkt met de focus op kleinschalige ontwikkeling. We zien in ieder geval de toegevoegde waarde van de Noord-Zuidlijn voor Park 21 niet. En dat Park 21 een reden is om de Noord-Zuidlijn door te trekken in Hoofddorp is sowieso flauwekul. Misschien is iemand vergeten dit argument uit het raadsvoorstel te halen. Of Hoofddorp is dan toch niet het finale eindstation. D66 zei het ook al, is misschien Nieuw-Vennep dat wel. Misschien kan de wethouder aangeven of Nieuw-Vennep als eindstation nog ergens in de sterren geschreven staat. Zeven partijen werken samen om ervoor te zorgen dat Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Hoofddorp. Deze partijen zullen hiervoor ook financieel gaan bijdragen. Maar dan miste ik toch even de provincie Noord-Holland, maar misschien binnen die partijen, maar misschien is daar een goede reden voor. Als bekend is of en hoeveel het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp gebruik kan gaan maken van het Nationaal Groeifonds, zal vanuit Haarlemmermeer de hoogte van het bod bepaald worden. De gemeenteraad ontvangt in oktober de hoogte van dit bod met de bijbehorende uitgangspunten. Dit bod is gelukkig niet bindend. Want zou ons bod bijvoorbeeld ook lager kunnen uitvallen door toekomstige ontwikkeling? En wordt bij het bod vanuit Haarlemmermeer en de regio ook rekening gehouden met de onvermijdelijke kostenoverschrijdingen? Helaas heeft de originele Noord-Zuidlijn laten zien dat dit soort grote projecten eigenlijk nooit binnen budget gerealiseerd worden. Worden de lessen uit de originele Noord-Zuidlijn meegenomen zodat kostenoverschrijdingen minimaal zijn? Dan wel dat de verantwoordelijkheid van budgetoverschrijdingen bij bijvoorbeeld de uitvoerende partijen liggen, zoals de aannemer. Of gaan we er ons voor verzekeren? En om nog even af te sluiten met een iets wat technische vraag. Hebben wij als Haarlemmermeer wel voldoende gespecialiseerd personeel in dienst om dit grote project te begeleiden en te doorgronden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar het college en dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Ruigrok. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, raad. Ja, goed dat we het hier al over hebben op verzoek inderdaad van CDA en van VVD om dit nu al met elkaar te bespreken. En ook in het licht dat we nog inderdaad met de planning en budget en nota van uitgangspunten in oktober, november komen. Maar het is goed om te horen dat er globaal toch steun is voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. En ik ga gewoon even de partijen af met de inbreng, want ik heb verschillende zaken gehoord. Ik heb van een aantal partijen gehoord, betrekt u de corona-effecten wel? Ja, dat is natuurlijk inderdaad nog steeds wel een beetje ongewis wat dat zal zijn, maar we hebben het hier over een project wat echt nog wel een aantal jaren duurt, wat mij betreft, hè, hoe sneller hoe beter. Maar we zullen toch zeker over 10 jaar
ongeveer hebben. En we hebben een toename van bevolkingsgroei, meerdere woningen, meerdere bedrijvigheid. Dus die groei naar bewegingen zal ook toenemen. En dan denk ik dat we volop in moeten zetten op OV-bewegingen, op metrobeweging. Want die metro, die geeft ons de ruimte, letterlijk de ruimte in de spoortunnel. En dat is van belang voor de veiligheid en de opstoppingen die daar nu al zijn. Het gevaar wat dat soms oplevert. En dat geeft ook de mogelijkheid, en dan kijk ik meteen even naar de heer Boerman die daar nadrukkelijk ook op doelde, op zinde, het internationale treinverkeer. Want zonder ruimte in die spoortunnel gaat dat niet gebeuren. Dus wat dat betreft is een metro nodig om dat robuuste netwerk te geven. En die metro is niet alleen voor de vervoerswaarde van hoeveel mensen stappen er nou op en uit in Hoofddorp, maar gaat voor een groter geheel. Hè. Het is echt een landelijke verbetering van het vervoersnetwerk. Dus zeker als we daar nog wat ruimer naar kijken, dan is het zowel nationaal als internationaal van groot belang. Die veiligheid, die heeft u ook al aangestipt, dat is ook een argument om echt volop in te zetten op die Noord-Zuidlijn, zodat we ook dat verbeteren op Schiphol. Even kijken hoor. U heeft natuurlijk genoemd de financiering en de tijdsplanning. Nou, het allereerste belangrijke moment voor ons allemaal is Prinsjesdag. En dan zullen we toch iets meer horen over dat groeifonds. En daar hopen we natuurlijk ook iets te horen van wat zijn dan de plannen van het kabinet. Dus dat is het allereerste. Vervolgens gaan we naar u toe komen in november met het plan van de uitgangspunten, de nota van uitgangspunten en het daarbij behorende bod. Wat we gaan bespreken met elkaar. Dus vooralsnog is Prinsjesdag een belangrijk punt. En daar gaan we dan natuurlijk volop op inzetten. U krijgt een interruptie van de heer Van der Speet van CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even een korte vraag aan de wethouder over dat bod. De uitgangspuntennota. Wordt daar ook, op welke manier komen de andere uitgangspuntennota's van de andere participanten naar ons toe? Want het is natuurlijk wel van belang om te weten hoe de verhouding is. Hè, we kunnen zeggen als Haarlemmermeer gaan we dit bod doen, maar als we niet weten wat een andere partij bijdraagt, kunnen we ook niet beoordelen of dat met elkaar proportioneel is. Hoe zit dat? Ik ben het helemaal eens met meneer Van der Peet. We moeten dat in verhouding zien, zodat we weten wat de proportie en de verhouding is ten opzichte van de andere partijen. En daar zijn we nu nog steeds druk mee in dat proces. Dus ik ga ervan uit dat we daar ook dan meer inzage in kunnen geven. Maar terugkomend op dit project, hè, het is een enorm grootschalig project. En de een kan, krijgt daar warme gevoelens bij. Het mobiliteitshart gaat inderdaad harder kloppen hiervan. Maar je moet natuurlijk ook kijken van hoe je dat goed inpast. Nou, dat doen we met onze eigen ambtenaren. Meneer Sulman die noemde dat al, die daar zeer goed in bedreven zijn. Maar we hebben natuurlijk gewoon een heel groot traject, het samenbouwen aan bereikbaarheid, waar echt volledig ingezet wordt op die onderzoeken om te kijken wat zijn er voor mogelijkheden. Daar komen ook alternatieven bij aan de orde. Meneer Sally noemde dat bijvoorbeeld. Alternatieven over de weg en manieren van invulling van tracés. Onze inzet is nu naar die Beomeer te gaan, de bestuurlijke overleg. Ik probeer alle afkortingen zo goed als het kan te voorkomen. Het bestuurlijke overleg met het ministerie. Om daar duidelijkheid te krijgen van nou gaan we nu in een volgende fase van dat onderzoek. En dat doen we met een batterij aan specialisten. En daar heb ik alle vertrouwen in. Zowel mevrouw Kliphuis als de heer Sally en anderen noemden ook de risico's. Van let nou op wat je doet in zo'n grootschalig traject. Nou, als oud-raadslid in Amsterdam weet ik heel goed dat wij harde lessen hebben geleerd van de Noord-Zuidlijn. Die zijn ook allemaal vastgelegd in een draaiboek. En ik kan toezeggen dat wij die ook mee gaan nemen natuurlijk in dit traject. Meneer Van Dijk die noemde het groeifonds. Nou, dat is het eerste waar natuurlijk naar gekeken wordt.
En vervolgens gaan we van daaruit verder. En ik ben blij dat de heer Van Dijk ook aangeeft dat in de identiteit kunst een belangrijke voorwaarde is om Hoofddorp het eigen gezicht te geven. We noemen hier woningbouw en we hebben heel veel discussie over van ja, voor wie is dat allemaal belangrijk? Ja, meneer Van Dijk, Forza. Ja, voorzitter, ik ben blij dat u dat gehoord. Maar u gaat niet in op het argument en dat vind ik jammer. Kunt u daar even kort op ingaan? Mevrouw Rijgenhoek. Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het over de identiteit van Hoofddorp. Ja, we hebben een identiteit van ontwikkeling, van pioniersgeest. U geeft het zelf al aan. En we hebben ook een heleboel plannen die in die stedelijke ontwikkeling zit. Zowel voor Hoofddorp, maar ook voor andere woonkernen. Meneer Van der Peet gaf ook aan de plannen die er nu liggen. Daarvoor is er deze Noord-Zuidlijn al nodig. Hè? Om ook met ander vervoer, met de busverbindingen, goed die verbinding te maken naar het station. Zowel voor de trein, waar je dan dus ook die internationale trein kan pakken op Schiphol of op het Zuidasdok. Maar ook naar die metro. En in onze overleg met bijvoorbeeld Zuid-Kennemerland wordt zelfs daar ook gekeken van nou, dat is voor ons ook heel belangrijk, die metrostop op Hoofddorp. Dus dat geeft alleen maar meer toegevoegde waarde aan het geheel. En om nog eventjes terug te komen op of de trein niet meer naar Nieuw-Vennep zou gaan. Nou, dat lijkt me niet. Die blijft gewoon lekker naar Nieuw-Vennep rijden. Dus wat dat betreft zullen wij ook als gemeente natuurlijk volledig inzetten op zoveel mogelijk en goed openbaar vervoer. GroenLinks, meneer Boerman. Dat zei ik ook al en ik hoopte het ook al dat die trein gewoon naar Nieuw-Vennep blijft rijden. Maar dan mag u mij toch ook wel helpen welke treinen vallen dan eraf zodat we meer internationaal treinverkeer kunnen. Mevrouw Regrok. Nou, daar hoeft geen sprake van te zijn. We bieden juist ruimte op het spoor. Dus daar kunnen wellicht meer sporen of meer treinen bij komen. Maar het gaat erom dat je met de metro kan je bijvoorbeeld wel 12 keer per uur gebruik maken van die verbinding. Dus je geeft veel meer mogelijkheid om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen. Nee, daar ben ik blij mee. Maar de vraag was, u zegt we bieden meer ruimte op het spoor. Hoe komt die meer ruimte op het spoor dan? Omdat er meer mensen met de metro zullen gaan en daardoor heb je een robuuster systeem en er dus minder mensen dan op dat stuk spoor gaan rijden, waardoor je ook meerdere treinen meer kan inzetten. U heeft geen tijd meer, meneer Boerman. En meneer Spijker, u heeft nog een klein minuutje, dus u mag een vraag stellen, maar dan weet u dat vast. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog even gevraagd over die externe grondeigenaren te laten meebetalen. Ik had zoiets van, nou, dat lijkt me toch erg moeilijk om een externe grondeigenaar te overtuigen van de toegevoegde waarde. Mevrouw Rijgerok. Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is natuurlijk bijvoorbeeld in het geval van de SADC-gronden. Daar heb je natuurlijk ontwikkelruimte. Dus op die manier kan je waardevermeerdering toevoegen. En dat levert dan uiteindelijk een bijdrage op. Meneer Sulman vroeg ook nog aan de partijen die daar allemaal mee verbonden zijn. En waar is Noord-Holland? Nou, Noord-Holland spreken we ook mee. Dus daar gaan we gewoon ook verder mee in gesprek om ook daar aan mee te doen. Want het coalitieakkoord van Noord-Holland geeft daar ook alle reden toe om juist op OV-verbindingen in te zetten. Dus al met al voel ik me gesteund in het vervolg en heb ik een aantal zaken meegekregen in de volgende stap van de nota van uitgangspunten en het bod. Ja, ik wilde eigenlijk het zo doen, want ik krijg daar twee reacties. We hebben nog 20 minuten. Laten we u in de tweede termijn even op de wethouder reageren. Is dat een goed voorstel? Het is een hele korte vraag. U gaan. Ik vroeg me even af, we praten dan met de provincie Noord-Holland. Dat lijkt me heel verstandig. Even een korte vraag. Gaat de provincie Noord-Holland dan ook meebetalen? Nou ja, daar zetten we wel op in. U heeft nog 1 minuut. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik werd even getriggerd doordat de wethouder zei van ja, dan kunnen we eventueel van het SADC. Nou weet ik dat de gemeente ook voor 25% aandeelhouder is bij het SADC. Maar wat mij nog niet helemaal duidelijk is het hele traject al bekend?
Maar als u nee schudt, hoe kunt u dan zeggen van dat het dan van het, de bijdrage bij het SRS evenaar moet komen? Mevrouw Ruigrok. Dat heb ik ook niet zo gezegd. Ik heb gezegd, hè, bijvoorbeeld in een geval van SRC, die tracés zijn nog niet definitief. Die worden juist uitgezocht in het volgende traject, in die verkenning die we proberen voor elkaar te krijgen in het Beomeert. Ja, dank u wel. U was klaar. Dan ga ik even kijken of iemand in een tweede termijn... meneer Spijker heeft geen tijd meer. Dan kom ik bij meneer Sali van de HAP. Voor tweede termijn graag uw reactie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb gehoord dat in ieder geval een draaiboek is met betrekking tot de geschiedenissen, zoals ik dat ook noemde. En wat u dus ook aangaf, dat u daarmee aan de slag gaat en dat dat zeker daarin meegenomen is. Dus daar ben ik wel erg tevreden over. Want dat is ook een beetje het betoog wat wij voeren. Vervolgens heb ik nog niks iets gehoord over het nieuwe werken. En daar wil ik toch wel iets over zeggen. Want het nieuwe werken, dat is echt wel dat er steeds meer bedrijven digitaliseren. En ook dat thuiswerken stimuleren. Ik zie dat zelfs in mijn beroep. Ik denk nog een paar jaar terug dat het echt onbesproken was dat in mijn beroep thuis kon werken. Nou, dat kan heel goed. En ook steeds meer mensen doen dat. Dus mijn vraag was meer van, neemt u dat ook mee in uw overweging? Want er zal een verandering komen in het woon-werkverkeer. Dank u wel. GroenLinks, meneer Boerman. Ook, dank u, voorzitter. Ik ben verrast dat ik nog wat tijd heb. Maar laat ik zeggen, in mijn eerste termijn heb ik ook juist geprobeerd om dat grotere geheel te schetsen waar dat het, de wethouder over sprak. Ik ben blij met de aandacht die ook is voor Nieuw-Vennep in ieder geval. Want dat is dan het kleinere geheel. Laat ik even over het grote geheel zeggen. Amsterdam heeft deze discussie aangegrepen om ook het debat te voeren over laten we dit punt nou aangrijpen om afspraken te gaan maken met Schiphol. Ook over internationaal treinverkeer en dus ook over minder vluchten. Amsterdam heeft daar natuurlijk een andere positie in dan Haarlemmeer als aandeelhouder zijnde. Maar ze hebben het wel gedaan. En dat was wat wij bedoelden met kaderstellend. Als je het doet, dat kan. Maar laten we dan ook proberen om ook duurzaamheidsvoordelen te uithalen. En ook echt dus duurzaamheidsvoordelen op twee terreinen. Model shift vanuit de auto in de metro. Graag. Maar ook die andere duurzaamheidsvoordelen. Minder vliegen, meer in die trein. Meneer Den Butter, SGP, ChristenUnie SGP. Ja, vaak u de SGP zegt hoe blij ik word. Dus u mag het gerust voor en daarna zeggen. Dat vind ik wel goed. Bedankt voor de beantwoording van de vragen die er levert. Ik was ook wel blij met de discussie die in de eerste termijn eigenlijk al zo rondging over wat zijn nou eigenlijk de echt belangrijke prioriteiten bij het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Ik werd ook met name gecharmeerd van de inbreng van het CDA. En dat verbaast me wellicht niet over de open ruimte die we toch vooral moeten houden tegen de verstedelijking in. Want dat zien we toch wel een beetje als een bedreiging. Mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Ja, ik wil ingaan op een opmerking van het CDA. Die zei dat zij geen ambtenaren daarvoor beschikbaar willen stellen voor die Noord-Zuidlijn. Ik denk juist als het een... Ja, nee, de huidige Noord-Zuidlijn die we willen, daar zijn we over in gesprek. U heeft heel duidelijk gezegd dat u de ambtelijke activiteit niet wil gebruiken voor de Noord-Zuidlijn. De les uit Amsterdam is denk ik om juist daar heel goed naar te kijken. Daar heeft ook mevrouw Kniphuis al aangehaald. We moeten goed kijken naar de lessen uit Amsterdam. Hoe zij omgaan met de Noord-Zuidlijn. Dat moet geen bodemloze put worden. Maak gebruik van die ervaring. En ik denk dat daar ook onze eigen ambtenaren bij horen om daarin deel te nemen. En misschien moeten we ook wel iets inhuren uit Amsterdam. Maar u bent daar heel duidelijk over geweest. Of ik heb u verkeerd begrepen. CDA, meneer Van der Peet. Dank u wel, voorzitter. U heeft mij inderdaad verkeerd begrepen. Ik zou kunnen zeggen, mevrouw Kliphuis net zei, dat kunt u naslaan in notulen. Dat zal ik niet zeggen. Wat ik bedoelde te zeggen is dat we niet al onze ambtelijke capaciteit die we hier hebben moeten laten opslokken door de Noord-Zuidlijn. Want we hebben nog veel meer mobiliteitsuitdagingen, hè, zoals waar we het vorige week met elkaar over hadden, die ook heel veel aandacht vragen. Dat is wat ik gezegd heb. Dus we moeten niet alle ballen op de Noord-Zuidlijn, maar we moeten wel onze kansen spreiden. Mevrouw Kerkhoff, gaat u van? Dat is duidelijk.
Dat is een nuancering van wat u eerder gezegd hebt. Dank u wel. Dan hoor ik angsten bij een aantal mensen die zeggen van... we moeten uitkijken dat Hoofddorp niet de voorstad wordt van Amsterdam. Nou, ik denk daar zijn we zelf bij. De Haarlemmermeer laat juist praten met onze omgeving. Wat ik toen straks al aangaf, er is een visie Zuid-Kennemerland op het gebied van mobiliteit. Waarin al allerlei dingen bedacht worden over ons eigen grondgebied. Ik denk dat het belangrijk is om juist de dialoog met de omgeving aan te gaan. En het bewaken van onze eigenheid. Meneer Van Dijk, Forza. Ja, voorzitter, ik heb ook een voorbeeld aangehaald. Hè. De brochure van Hyde Park, waar gewoon letterlijk in staat, waar het woord Hoofddorp niet in voorkomt, waar letterlijk in staat wonen in een voorstad van Amsterdam. Het is toch niet wat we zouden moeten willen? Mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Dat is hetzelfde als dat Zandvoort ineens Amsterdam aan de beach is. Dus ik bedoel, ja, dat is. Hoe ga je daarmee om? Daar gaat het natuurlijk om. En dat betekent dat je onze eigen eigenheid gewoon heel duidelijk moet neerzetten. We zijn een hele mooie gemeente met heel veel kernen, met ook nog een stukje groen en een mooie cultuur en historie. Dus dat moet je uitdragen. Ja. Nou, en misschien worden we over 10 of 20 of 30 jaar zijn we wel een heel groot gebied van de MRA en dat ook de bestuurslaag helemaal anders wordt. Dat weet je niet, dat is koffiedik kijken. Maar in deze tijd moeten we zorgen dat Haarlemmermeer gewoon mooi blijft bestaan. Ik ga naar de volgende, meneer Komen, D66, voor de tweede termijn. Dank u, voorzitter. Ja, ik zat te denken aan Hoofddorp Schiphol Airport. Misschien wordt het dat nog ooit. Maar ik denk dat we daar wat realistischer moeten zijn. Dus het negatieve beeld van een voorstad van Parijs vind ik ook niet een juiste vergelijking. Dat is toch echt heel anders opgezet qua infrastructuur, maar ook qua infrastructuur. Dat kan je niet echt vergelijken met hier. En volgens mij moeten we dat ook niet willen, want het is maatschappelijk ook heel anders, de buitensteden van Parijs. Dus een voorstad hoeft niet negatief te zijn. Laten we de positieve effecten van dicht bij de hoofdstad liggen vooral benutten, zonder dat we de negatieve effecten uit het oog verliezen. Maar die vergelijking gaat niet op, volgens mij. Voorzitter, de politiek maakt het leven niet altijd helderder. Want vandaag bleek GroenLinks toch tegen een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding te pleiten. En, een interruptie. Als ik mag voorstellen. Meneer Boerman, GroenLinks. Ja, ik zal even de notulen erop naslaan. Maar volgens mij heb ik nergens gezegd dat wij tegen hoogwaardig openbaar vervoer zijn. Alleen we hebben gezegd, laten we nou de kans grijpen om elkaar te stellen. 60. Ja, dat stelt me een klein beetje rust. Toch heb ik uw betoog, maar dat is dan voor mij, toch wel opgevat als wel erg somber en niet ondersteunend van deze verbinding. Maar goed, dat is genoeg woorden aan gewijd. Ik wou toch ook nog even het CDA noemen. Want ik dacht toch ook dat hij in de coalitie zat en daar getekend heeft voor de Noord-Zuidlijn. Maar toch nu erg wel eens twijfelt aan de nut en noodzaak en niets verstedelijk in wil. Denk, ja, dat had het CDA dan eerder moeten bedenken. Want dat is toch echt de koers die daarbij past. Dan nog even natuurlijk wat D66 betreft zelf. De antwoorden van het college stellen in die zin verder gerust dat ze er hard voor gaan. Daar zijn we blij mee. En dat zullen we ook van harte ondersteunen. En ik hoop nog mee te maken om in de eerste verbinding te kunnen stappen in dit leven. En eigenlijk nog wel, als ik hier prachtig vanuit Beinsdorp in een HOV-verbinding stap, die kaart in hoge snelheid naar Nieuw-Vennep en dan met de metro naar Amsterdam om daar iets leuks te doen. Dank u, voorzitter. Meneer Van der Peet, D66, of GroenLinks, sorry. Enfin, ja, ik zag dat allemaal zo langskomen hier. Nou, we zijn het vanavond in ieder geval eens. Van der Peet, CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat we met elkaar een heel goed debat hebben gevoerd vandaag. En dat de partijen vanuit hun eigen richting hun kaderstellende rol wel goed gepakt hebben. Hè, als het gaat om de verstedelijking, geeft de Partij van de Arbeid aan dat daar zijn we zelf bij. Dat klopt wel, maar als we niet opletten, wordt in de MRA-verband bepaald wat hier gebeurt. Dus we moeten daar wel van tevoren heel duidelijk zijn over de verwachtingen die wij erbij hebben. Ik denk dat ook dat de kern is van, in ieder geval van ons betoog. We zijn en waren enthousiast over de Noord-Zuidlijn. Daar zijn we nog steeds, meneer Komen van D66. Maar we pleiten voor realisme en we pleiten voor een aantal zaken die we niet uit het oog moeten verliezen. Onder andere het groene open landschap in relatie tot verstedelijking. Daar moet je een balans in vinden. En we moeten in ieder geval voor waken dat die balans verstoord dreigt te worden door een enorme overspoeling vanuit Amsterdam. Waarbij Haarlemmermeer echt als Walhalla wordt gezien
voor de woningen die ze daar niet kunnen bouwen. En daarvoor willen wij waken. Dus we zijn en blijven enthousiast over Noord-Zuidlijn. Mevrouw Kliphuis, VWD. Dank u wel. Eigenlijk waren wij het volgens mij allemaal eens met de inzet op de Noord-Zuidlijn hier in de Raad. En hebben we toch een vrij vermakelijk debat kunnen voeren, althans voor ons, over een aantal andere onderwerpen die samenhangen bij die Noord-Zuidlijn en die heel erg belangrijk zijn. Zoals de vraag over verstedelijking, de vraag over wat we met de rest van ons openbaar vervoer doen. En dat tekent eigenlijk ook wel die Noord-Zuidlijn. Die Noord-Zuidlijn hangt zo vast aan een aantal hele belangrijke vragen over de toekomst binnen onze Raad, dat het moeilijk is om daar in één debat echt ook een uitgangspunt om te geven. Ja, we zijn voor de vooruitgang. Ja, dat moet met alle nodige waarborgen omkleed. Maar volgens ons doet het college dat en zijn we daar heel blij mee. En we zien uit naar de discussie over verstedelijking met het CDA. Want ik denk dat we er niet onderuit komen dat we gaan verstedelijken. De vraag is hoe we dat gaan doen en daar zijn we zelf bij. Net zoals dat mevrouw Kerkhoff zegt, we zijn er zelf bij over hoe onze verhouding gaat zijn de aankomende 10 jaar ten opzichte van Amsterdam. En we zijn inderdaad, meneer Van Dijk, heel trots dat we gewoon een eigen gemeente zijn. En we zijn er zeker nog niet van plan om deze raad op te heffen en een fusie met Amsterdam te gaan doen. We gaan eerst eens even kijken hoe dat tussen Weesp en Amsterdam gaat, want dat loopt ook heel erg spannend. Dus laten we vooral kijken naar wat we eigenlijk hier als positieve ophalen. We zijn allemaal blij met waar we zijn, hier in de gemeente Aardemermeer. We willen allemaal een Noord-Zuidlijn en we zien allemaal dat het college onze belangen tot nog toe heel goed aan het waarborgen is. En u bent ook klaar. U krijgt een interruptie van de heer Van Dijk. Forza. Ja, voorzitter. Standpunt van Forza is in ieder geval dat we niet willen gaan fuseren met Amsterdam. Dan weet u dat alvast. Misschien kan ik meteen ik moet toch wel erop wijzen dat de kosten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn wel van een andere orde zullen zijn als de kosten die gemaakt zijn in Amsterdam. Waarbij het door de half onder de stad geboord moest worden. En dat kost natuurlijk heel veel. En ik denk dat de Noord-Zuidlijn doortrekken van Schiphol naar Hoofddorp ook best wel deels bovengrond hoeft plaats te vinden. Dus ik denk dat is wel van een, als we het hebben over de lessen die we geleerd hebben in Amsterdam, ik denk dat er hier wel een hele nieuwe situatie zal ontstaan. Ik ben blij dat we de belangrijke punten rondom, goed, mevrouw Rijgerok kan daar straks misschien nog iets meer over vertellen, maar ik ben blij dat we de belangrijke issues rondom de komst van die Noord-Zuidlijn met elkaar besproken hebben. Ook met het oog op de verstedelijking en over wat het allemaal nog wel meer betekent. Want het heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor onze inwoners en voor deze gemeente. Het houdt natuurlijk niet op, het stopt niet bij alleen maar het aanleggen van een Noord-Zuidlijn. Dus, en ook op dit moment is in ieder geval onze mening dat de verbinding met Amsterdam helemaal niet zo goed is. Want als ik naar Amsterdam, naar het centrum moet, dan ga ik eerst met de 300 naar Haarlem om daar de trein te pakken naar Amsterdam. Dat is een beetje een lastige manier. Ja, nee, dat snap ik. Maar het is... GroenLinks die trein blijft in ieder geval, Michel. Ik vind in ieder geval dat er niet echt een hele goede verbinding is. Ook niet om met de 300 naar Amsterdam te gaan, want dan kom je in Zuidoost uit. En dan ben je ook alweer 3 kwartier verder voordat je daar bent. Ik wil het even kort houden, want we hebben nog een paar minuten. En er zijn nog 3 partijen die even in tweede termijn een korte toelichting kunnen geven. Meneer Beuzenberg, sociaal rechts. Nou, dank u voorzitter. Ik denk dat ik alles al heb gezegd. En we zijn en we blijven voorstander. Dank u. Meneer Sulman van Gezond Haarlemmermeer. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we zijn in ieder geval blij dat de lessen vanuit Amsterdam, dat we daarvan gaan leren of misschien al geleerd hebben. Dat lijkt me heel verstandig. Ook al zal de Noord-Zuidlijn naar ons toe misschien iets anders uitzien. Maar ik denk dat die lessen wel geleerd kunnen worden. En wat betreft de verstedelijking, ja, rondom Schiphol mogen we niet bouwen. Dus daar zal het niet verder gaan verstedelijken. Misschien met bedrijfsterreinen of kantoorlocaties. En we gaan al 20.000 woningen bouwen in deze gemeente met misschien nog wat meer extra woningen. En daar zijn we inderdaad zelf bij. Dus de verstedelijking wat woningbouw betreft zal niet rond Hoofddorp of het station of rond Schiphol gaan gebeuren. Maar op andere plekken. En daar hebben we al een behoorlijke ambitieuze doelstelling van 20.000 woningen. Dus wij zijn daar inderdaad gewoon zelf bij. Dank u wel.
En meneer Spijker, één Haarlemmeer krijgt nog een toegift als laatste reactie. Dank u wel, voorzitter. U bent erg goed. Één Haarlemmeer is natuurlijk wel positief over de Noord-Zuidlijn. We zeggen alleen, we zijn heel kritisch over de budgetten en over de gelden. En dat moeten we natuurlijk heel erg goed in de gaten houden. Want veel geld hebben we er niet voor. En dan afrondend wil misschien de wethouder nog even reageren. Ik heb niet specifieke vragen nog in de tweede termijn gehoord, maar wellicht wilt u nog even een afronding. Fijn dat dat mag, voorzitter. Heel graag. Ja, toch even een paar punten die nog aan de orde kwamen. De effecten op het werken, de coronamaatregelen. Ja, mevrouw Kliphuis noemde het ook al. Die functie en die behoefte aan ontmoeten zal wel degelijk blijven. En ook op de hele lange termijn zullen we toch groei gaan zien. En willen we dat graag faciliteren in het in hoogwaardig OV. En het... we hebben dan nu ook een beetje tijd gewonnen, omdat nu de druk, of voor corona, was die druk op die tunnel al zo groot, dat nu goed is dat we daar nu nog even tijd voor hebben om daar weer verder aan te werken. Een ander punt was Schiphol, het ruimte op het spoor. Er gaan natuurlijk dan minder treinen naar Amsterdam, omdat die metro natuurlijk zo 12 keer per uur gaat. Dus dat creëert ruimte. En dat is ook de inzet dat we daar ook ruimte creëren voor internationale treinen. Maar het is ook goed om te realiseren dat Schiphol niet alleen een locatie is waar mensen naartoe gaan om te vliegen, maar heel veel om te werken. Dus ook dat we woonwerkverkeer zal daar een erge boost van krijgen. De samenwerking, mevrouw Kerkhoff had het daarover, dat gaat echt met het Rijk en de regio hand in hand. Hè. Dat samenbouwen aan bereikbaarheid is een programma wat we echt samen doen. En in de volgende fase gaan we dan ook de bewoners betrekken bij het invullen van het tracé, et cetera. Ik wil graag afsluiten met de woorden dat ik er naar uitkijk dat wij allemaal nog met elkaar een tripje kunnen gaan maken in de Noord-Zuidlijn. Ik heb jullie 06-nummers. Wie weet is er over 8, 9 of 10 jaar kunnen we nog steeds WhatsAppen en dan gaan we met elkaar een uitje maken. Dank u wel. Nou, dank u wel voor deze laatste woorden. Ik dank iedereen hier voor de inbreng. Ik heb nog even het verzoek om, als u de zaal verlaat, om dat weer in dezelfde volgorde te doen en niet allemaal tegelijk. En dan ook nog even uw desk te poetsen voor de volgende sessie. Dank u wel voor uw aandacht.